Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hansgraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 75 hier in Singapore. Heb je die vorige wedstrijd in Italië gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct doen met ietsje, klik erop en zet de video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. We gaan dus verder met wekelijks uploaden. Dat zit er tot nu toe altijd standaard in. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. De vorige wedstrijd verliep voor het team heel goed. Voor ons eigenlijk ook. We hadden daar een hele slechte kwalificatie. Maar werden daar alsnog tweede. Verstappen won de wedstrijd. En ik verwacht hier weer spektakel in Singapore. Er zijn niet zoveel updates beschikbaar. Ja, waarom? We hebben eigenlijk alles al gemaxed van de auto. Dus geen updates meer dit seizoen. Ik denk ook niet meer dat die updates er gaan komen. Misschien eerder een regulatieverandering aan het einde van het seizoen, wie weet. Maar ja, dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor aflevering nummer 75. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 op een zeiknat circuit. In Singapore de full wets eronder gezet. Hopen dat Q2 en Q3 wat droger wordt. Maar dit is vooral zo veel mogelijk ronden blijven rijden. Want de baan wordt alleen maar droger en droger. Hoop ik. Goed, aanbeland bij onze eerste run in Q1. Daar wat apex gemist in bocht nummer 1. Om aan bij het einde van mijn eerste run daar iets te veel over de curbstone en de auto verloor de achterkant. En dan zijn we aanbeland bij start-finish en dat is een P2 op een tiende van Charles Leclerc. Nog ongeveer 1 minuut en 50 seconden op de klok voor Q1, nog steeds op de full wets. Max Verstappen op P3, wij dus op P2, Charles Leclerc op P1 in Q1. Het zegt eigenlijk niet zoveel. En Max en de rest van de top 10 zijn denk ik allemaal binnengebleven. Wij gaan kijken of wij Leclerc kunnen gaan aanvallen met deze laatste ronde in het eerste kwalificatiedeel. Daar helaas een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Iets te veel meegepakt. Kwalificatiedeel nummer 1 zit erop met paars in sector 1 en 2 zijn 16e harder. Daar verlies ik helaas wat tijd. Ik maak het trouwens ook weer goed. En dat is de snelste tijd in Q1. Jazeker, goed gedaan. Zijn we aanbeland bij Q2. Nog steeds op de full wets. Rijdend en wel. En kijken of wij ook door kunnen komen naar Q3. Baan is nog steeds zeik en zeik nat. Max ook naar buiten zie ik. Daar helaas iets te wijd. Geen waarschuwing gelukkig deze keer. Moet allemaal zo clean mogelijk. Daar wel de apex gemist en dat heeft ons wat tijd gekost. En flink moment overstuur op de exit. Daar net niet die muur aangetikt. Het is allemaal heel erg close namelijk. Perez naar P2 met een 1.57.298. Ocon naar 3 met een 1.57.347. En wij komen tot een 1.57.679. P5 voorlopig. Daar hebben wij Oscar Piastri. Twee ronden brandstof nog over. Moet niet al te veel problemen zorgen. En dan zijn we aanbeland nog steeds bij Q2. Bij het einde van mijn tweede run. Nog steeds op die full wet, maar dit keer wel een verbetering. Met paars in sector 1, groen in sector 2 zijn ruim 1.4 sneller gegaan. Van P10 naar de snelste tijd met het 1.56.104.
aanbeland bij Q3. Helaas een remsysteemfout. Bear with us a few minutes. I'm afraid we're losing hydraulic pressure. There's a leak somewhere in the system, so just sit tight for a bit. We hebben nergens een lek in het systeem. Hopen dat het team dat zo snel mogelijk kan gaan fixen. Het duurt eigenlijk maar 1 minuut en 30 seconden. Dus ja, zoveel tijd verliezen wij er eigenlijk niet van. Nog steeds op de intermediates. En iedereen is al naar buiten gegaan voor zijn eerste run. Dat doen wij dus ook zo meteen. Als deze fout is opgelost. Ook heel benieuwd wat Max Verstappen kan en wat kunnen wij deze trend doorzetten. Kunnen wij naar de pole position gaan in deze grote prijs? Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. En dan zijn we dus aanbeland bij Q3. Het probleem is opgelost en we kunnen dus door met kwalificeren. Max Verstappen is al bij sector 3 aanbeland en gaat zo meteen een tijd noteren. Alexander Albon voorlopig naar pole position. Wij dus op een 5e positie. Eerste bocht nemen wij heel erg goed, jazeker. Ik weet niet waar Verstappen staat. En daar missen wij wel de apex. En dat is de muur aangetikt. Einde van mijn eerste run in Q1. Iedereen gaat dus nu weer naar buiten. Of is naar binnen gedoken. Excuses. Iedereen duikt naar binnen. Wij gaan dus nog door. En wij laten de pole position noteren met een 1.55.129. Goed gedaan. Voorlopig. Max op P3. Nog ongeveer 40 seconden op de klok als wij ter verdediging naar buiten zijn gegaan. Max nog steeds op P3, Albon op P2, wij dus nog steeds voorlopig op pole position. Met nog 30 seconden op de klok. En Gasly en Leclerc zijn sneller gegaan. Wij dus naar een P3 en moeten hier alles op alles zetten om nog iets te kunnen doen in deze kwalificatie. P5 inmiddels, Max naar P7. Iedereen is sneller gegaan dan ons. P6 en P8. Wij zitten in het groen. Met paars in sector 1, groen in sector 2, Max naar P10. En dan komen we aan bij de laatste bocht. Wat gaat Verstappen doen? Springt, nou weet ik niet. En wij van P9 naar een P5. Een 5e positie voor ons in de kwalificatie van Singapore. Met Charles Leclerc dus op pole position, ruim 2 tienden erachter, Alexander Albon, Sainz op P3, Norris 4, wij dus op P5, Max 6. Jammer. Maar goed, dat geeft niks. Een hele lange race staat ons te wachten. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 75 en kijken wat het gaat worden. Against the spectacular backdrop of the Singapore skyline, Formula One returns once again to do battle in what tends to become something of an endurance race, with the notorious sauna-like temperatures in the cockpit making for an extremely physically challenging race. We're here at the Marina Bay Street Circuit today, located in the heart of Singapore. The circuit consists of the 23 corners, 13 to the left and 10 to the right. It's a track that's incredibly technical, so don't expect to see the drivers taking too much of it at full throttle. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, just edging out Alex Albon, who will start from P2. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Norris, the Professor and Verstappen. Perez, Fernando Alonso, Gasly and Esteban Ocon, Tsunoda, Russell, Oscar Piastri and Latifi, Tictum, Mick Schumacher, Kevin Magnussen and Teo Pourchaire, Schwartzman, Joe, Richard Vachon, and Lance Stroll brings the grid to a close.
it's almost time for the lights to go out. So let's head down to the track where preparations are underway. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dat momentum moeten wij dus meenemen in deze grote prijs. Punten pakken is het doel. Geen regen voorspeld, gelukkig maar. Medium hard is de strategie. Neem maar extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. En Sainz is als enige op de softbanden gestart. De rest rijdt allemaal of start allemaal op medium banden. Dat wordt interessant wat Sainz kan gaan doen bij de start. Met Charles Leclerc op pole position, Albon op P2, Sainz 3, Norris 4, wij dus op P5 en Verstappen op P6. Zijn we aanbeland bij de startprocedure, de gridslots. Daar gaan wij dus zo meteen in. En we komen heel erg goed in onze plek terecht. Dus het wachten totdat de laatste auto bij zijn plek is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 75 van F1 22 My Team Career Mode. Voor de grote prijs van Singapore. Met onszelf op P5, Max op P6. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg komen. Prima weg, flink wat wielsman al gelijk te pakken. Slecht weg, excuses. En daar is dan gelijk Albon aan de binnenkant. Maakt een divebomb naar Perez. En Albon heeft ons volgens mij geraakt. Of was dat Alonso? Alonso had ons geraakt. Maar goed, geen schade gelukkig. En hier Max en Norris zij aan zij. En wij profiteren ervan. Jazeker. Goed gedaan. En trekken al gelijk een gaatje van Norris. Gat is 19e. Nog steeds in dezelfde ronde, de openingsronde van de race, als we aan de binnenkant kijken van Alexander Albon. Jazeker, hij laat gelukkig ruimte over en wij dus op een derde positie. Goed gedaan, nu is het op naar Charles Leclerc, terwijl wij daar even iets te veel instuurden en daar een waarschuwing kregen voor de bochtafsnijding. En Sainz is al los, gat is 2.1 naar ons. Het doel van Sainz is nu proberen weg te rijden en Charles Leclerc de opdracht geven om ons zien af te remmen. Alleen dat lukt niet. Hier aan de binnenkant in de tweede ronde van de race de groet naast gezet en zorgen dat Leclerc niet kan insturen. En dat is P2. En we zetten paars in sector 1 neer. Goed gedaan. Nu is het op naar Carlos Sainz. Gat is 1.5. En met die zachte band denk ik dat hij probeert weg te rijden van ons. En hier kan Leclerc helemaal niks. Gat is 19e, heeft wel DRS, maar zit te ver weg. En weer paars in sector 2. Ronde nummer 5 is het als wij even de snelste race ronde in handen hebben met een 1.40.8.3.2. En hier slipstream, DRS, ERS aan de buitenkant, jazeker, goed gedaan. En zo pakken wij de leiding in de vijfde ronde van de race. Goed gedaan. Sainz kan niet terugkomen. Uitstekende inhaalactie van ons. En nu proberen weg te rijden. Als dat lukt. Dat is 15 ongeveer. Dit alweer in ronde nummer 15 van de race. Als Sainz naar binnen is gedoken voor de medium band. Leclerc is ook naar binnen gedoken voor de harde band. En wij duiken nu naar binnen. Gaan de overcut plegen op de jongens achter mij. Norris en Albon moeten nog een keer naar binnen. Die komen nu naar binnen. En ik verwacht dat wij gewoon voor Charles Leclerc weer de baan opkomen. En gaan dus naar de harde band. 2.4, een hele goede stop van ons. En komen terug aan de leiding, jazeker. We hoeven dus ook niet meer naar binnen. Dus eigenlijk is deze wedstrijd gewoon weer voor ons. Benieuwd waar Max Verstappen rijdt. Volgens mij achter Carlos Sainz. Wat naar Leclerc is 9.7.
En Verstappen terug op P5. Dus een prima race voor mijzelf, minder voor Max. En we zitten in ronde nummer 19 als het geel is in sector 1. Want er valt iemand stil. Dat is volgens mij een Alfa Romeo van Robert Schwartzman. Jazeker, Robert Schwartzman uitgevallen in de wedstrijd in ronde nummer 19. Eén uitvaller dus, maar goed, dat is geen probleem. Schwartzman missen wij niet. Dus ja, pech voor Alfa Romeo. Nog 11 rondes te gaan. De vraag is ook, hoe lang duurt dat voordat Schwartzman zijn auto weg is gehaald? Want anders kan er zomaar een safety car plaatsvinden. En dan zijn wij de Sjaak. Want we kunnen niet naar binnen voor een nieuwe set. Want dan komt Leclerc pal voor ons weer de baan op. Hier gele vlag vanwege Robert Schwartzman zijn auto die daar stil staat aan de linkerkant. En zijn er voorbij. Max op P4 heeft Norris de razen genomen voor P5. Goed gedaan. En hier blauwe vlaggen in ronde nummer 27 van de wedstrijd. Dat is volgens mij Guangyu Zhou, Kevin Magnussen of Marcus Armstrong, weet ik niet zeker. Zhou, jazeker, aan de kant. En dat is Richard Verschoor. In de Aston Martin, mijn voormalige teamgenoot, wordt op een ronde gezet. Dan hebben we daar Lance Stroll. Die ook op een ronde wordt gezet, wat logisch is natuurlijk. En Armstrong leidt dat groepje. Stroll gaat hier mooi aan de kant. En wat kan dan diezelfde Stroll? Want misschien kan hij profiteren van dat Armstrong van zijn gas afgaat. En dat Stroll... Oh, laat maar. Stroll zit te ver weg. Albon laat ons dus... Sorry. Armstrong laat ons dus mooi voorbij. Goed gedaan. Albon rijdt op P3 namelijk. En Armstrong liet ons net voorbij. Zit in ronde nummer 30. Alweer nog één ronde te gaan. Eigenlijk twee rondes, maar goed, ik tel deze ronde niet. Als we daar de volgende hebben, dat is Kevin Magnussen. Rijdend op P17. En is ons ook voorbij. DRS, en ja, dan is het dit eigenlijk wel. Want we komen niemand meer tegen. Nou, misschien Dan Ticktum nog. Jazeker, Dan Ticktum komen we toch nog tegen in de grote prijs. Gaat ons ook voorbij laten. Ik dacht even dat ik de muur daar licht had aangetikt. Volgens mij wel. Maar goed, ik zie geen schade op het dashboard. En dan gaat Ticktum ronde nummer 30 in. Terwijl wij ronde nummer 31 ingaan. De laatste ronde loopt zometeen voor ons. En dan gaan wij hier weer een race winnen. Goed gedaan. Ticktum laat ons hier mooi voorbij in de laatste ronde van de race. Leclerc op P2, Albon op 3, Max op P4. Sainz is weggereden. Daar een flink moment overstuur op de exit. Allemaal geen probleem, wij gaan hier de wedstrijd winnen in Singapore. Goed gedaan, pakken voor onszelf de volledige score met als snelste race 100 punt. Goed gedaan. Max pakt belangrijke punten voor ons, is op naar de volgende wedstrijd. They've endured the harsh conditions here in Singapore then to pull off a spectacular victory. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all.
Nou, hier hebben we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Singapore. Pakken ook de snelste race onder punt. Charles Leclerc naar P2. Alexander Albon naar P3. Max Verstappen op P4. Norris 5, Ocon 6, Sainz 7, Alonso 8, Russell 9 en Sergio Perez op P10. Eén uitvaller, Robert Schwarzman. 94 punten verschil naar Max. En 230 punten verschil naar Ferrari. Dus doen het uitstekend. Wat eigenlijk ook de bedoeling is van dit seizoen. Alonso 8 dus, Russell 9 en Sergio Perez pakt het laatste punt voor Red Bull. En beide Alfa Tauri's niet gescoord. Team Acclaim is ook gewoon goed. Wij zijn nog steeds level 21. Max is level 22. Het team is level 27. Dus dat is goed om te zien. Van alle sponsoren de doelen behaald. $1,56 miljoen erbij. Helaas heb ik wat schade gereden. 12,5k misgelopen. In totaal op de bank $12,51 miljoen. Dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me wat je niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijks F122 My Team Career met content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was Journal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.